vraag is, wie is verantwoordelijk, wie houd jij verantwoordelijk voor het feit dat daar iemand zat die had moeten worden vervangen? Ja, het algemene antwoord is de organisatie. En in dit geval is de organisatie de bevelhebber. Dus in dit geval generaal Cousy was dat. Cousy, overigens in dezelfde uitzending, maar dat heeft u niet gezien, ontkent dat hij wist dat er met Karremans echt problemen waren. Karremans had tijdens de opleiding voor deze uitzending al problemen gehad. Misschien kent u de Dutchbat tapes. Dat is een scène waarin Karremans de oefening doet in Duitsland voordat hij naar Srebrenica gezonden wordt. Hem was nadrukkelijk verteld, in gesprekken met Serviërs mag je niet verzoenen. Dus je mag niet vriendelijk zijn. Wat zien we op de videoopnames die toen gemaakt zijn? Een lachende, wat schuchtere Karremans die onmiddellijk een glaasje aangeboden krijgt en dat ook opdrinkt. En een beetje begint te grappen over de wallen en dat soort dingen. Zijn commandant heeft toen gezegd van ja, je kan hem beter niet uitsturen. Hij is toch voor die uitzending gezet. Nou, jij vertelt daar fantastisch over en ik ben er bijna bij. Ik vind het heel mooi. Maar de vraag is natuurlijk, wie zat daar opzet achter? Van, we kunnen daar beter maar een meegaand type neerzetten. Of is het een totale inschattingsfout van de Defensietop geweest? Nee, het is toch niet de conciërge die aanstelt. Je stelt wel de verantwoordelijke man aan. Dat klopt. De procedure is zo bij de Koninklijke Landmacht, en dat is nog steeds wel voor een gedeelte zo, is dat degene die aan de beurt is, zou je kunnen zeggen, die wordt aangewezen. Karremans was op dat moment de commandant van het luchtmobiele bataljon, wat Dutchbat 3, de basis is geworden voor Dutchbat 3. Bovendien had hij eigenlijk alle functies bekleed die hij daarvoor nodig had om bataljonscommandant te zijn. En hij was een zogenaamd zonnetje. Dus hij had een hogere militaire opleiding gekregen. En dat krijg je een embleem en dat lijkt op een zonnetje. En dat heet dan de Gouden Zon. En die mannen worden zonnetjes genoemd. Als hij in het eind, vlak voor het traject, zou zijn afgewezen, zou dat voor Karremans het einde van de carrière geweest zijn. Binnen de landmacht waarschijnlijk. Zou hij nooit meer ergens gekomen zijn. En het zou natuurlijk ook voor de landmacht zelf een enorme schande geweest zijn. Want hoe is het dan mogelijk dat zo iemand die zo nadrukkelijk dan blijkbaar niet competent is, het brengt tot de rang van bataljonscommandant, wat best wel hoog is in de landmacht. Dus men kon er niet uit. Ik moet dit even verwerken, geloof ik. Dus, althans, als je de belangen probeert af te wegen, dan moet ik er echt even aan wennen.